Ik ben Rick, 18 jaar. Ik heb 3 keer op een paard gezeten. En vanwege hart van paarden, of dat ook. En Rona natuurlijk, die erg enthousiast is natuurlijk. Ben ik vandaag van plan om te gaan paardrijden. Vijf HAVO. Ja. Ik ga naar de Hogeschool Rotterdam. Ga ik informatica studeren. Ik ben de broer van Tessa. Nou, je kan wel vertellen dat je vandaag voor het eerst heb je paardrijkleding aan. Ja, nee, echt. Je kan op Instagram zien, Hart voor Paarden, staat hieronder. Dan kun je mij zien in een paardrijbroek mezelf te hijsen. En dat is een hele ervaring. Dat is een bijzonder. Ik snap echt niet hoe al die paardrijmeisjes dat aankrijgen. Ik heb 10 punten voor inzet vandaag. Er staat op het programma dat ik Verona ga fietsen. En dat moet ik wel vertellen, dat heb ik nog nooit gedaan. Helemaal nog nooit. Dus dat is mijn succes. Oké, we pakken eerst het halster. Weet je wat het halster is? Ik gok dat dat hem is. Maar aan jouw reactie te zien is dat hem niet. Dus dan ga ik stiekem uit dat dat hem is. Is dit hem? Dat is hem. Nee, niet opeten. Oké, dan gaat hij. Help? Kan je het een beetje. Als ik nou. Op moment die zo. Hier moet. Zo? Dat past niet. Ook niet. Waar moet dit dat ding in dan? Juist. Zo, en die andere. Dan maak je hem vast. Nee, je moet hem wel goed doen. Hij zit nu niet goed. En niet gedraaid. Bijna, Verona. Oké, Verona. Het is wel geen teamwork, hè? Dat je gaan eten. Nou, ga maar. Ga maar wat? Je mag dat touwtje dat je nu in je handen hebt, mag je aan het halster bevestigen. Hallo. Oké. Dan mag ze eruit. Kom maar, hier gaan we. Zo. Ho. En dan mag ze tussen die gele dingen vastgezet worden. Hallo. Dan zit ze ook wel vast. Kijk, hij zit vast. Keurig. Nou, andere kant. Ja, ik weet het wel. Oké, dan mag de touw eraf. Hallo, ik ben niet om op te eten. En dan mag je nu eerst de hoeven gaan krabben. Hoeven gaan uitkrabben? Ja. De hoevenkrabber hangt aan de stal. Oh. En dan mag je alle 4 de hoefjes mag je optillen en helemaal schoonmaken. Hoe doe ik dat? Nou, met die hoevenkrabber. Ik had altijd naast het paard staan. Ja. Dan doe je een voetje. Braaf. En hier de hele hoef. We hebben hier een hoevenkrabber en hier zit de straal. Dat is een driehoekje. En langs dat driehoekje ga je alle rotzooi weghalen. Uitborstelen. Niet doen, je hebt de laarzen aan nu. Zo, alles netjes. Schoon. En dan ga jij doen. Doe eerst maar de voorhoef, dat is makkelijker. Aan de andere kant. Oké, dan moet ik even... Ruim om haar heen lopen. Nou ja, zo ruim hoeft dan ook weer niet. Oké, ga je en dan de andere kant. En dan? Omdraaien. Dan leg je. Heel goed. En dan driehoekje. Zo. Zo. Ja. Nee, dat. Ja, ga maar door. Meisjes, je bent nog niet klaar. Kom maar. En dan dit ook zo. Borstelen. Oh, dit is het. Een beetje harder doen. Harder borstelen. Nee, borstelen moet harder. Zo. Oké. Okay. Voor de eerste keer. Kan wel. Zo? Ja hoor. Volgende hoef. Goed gedaan. Ze heeft haar voet al bijna omhoog. Oh. Vasthouden. Goed vasthouden. Ze gaat er vandoor. Nee, ze gaat er niet vandoor. Til maar op. Trek hem maar een beetje naar achter toe. En dan leg je hem op je knie. Dat is makkelijker. Zal... Hoe moet je het? Zal ik het voordoen? Ja. Hier, hou maar vast. Hij doet het niet. Ja, ze doet het wel. Hier. Ja. Voetje, je tilt hem op, zo. Dan doe je hem even iets naar achteren, leg je hem op je been. En dan kan je deze ook gewoon uitkrabben. Nou, net na de prachtige voorbeeld te zien doen we zo. Kom maar. Dan. Een beetje naar achteren, ja dat kan ook. Zo. Nou, vooruit maar dan, voor deze keer. Oké.
Zo. Nu kunnen we gaan rijden. Nee. Nu pak je een bezem en alles wat je eruit gekrapt hebt, dat veeg je de box in. Zo. Die moet even... Ja, dat komt zo wel. Oké. Okay. Je bent toch nog niet klaar. Laat de bezem maar heel even staan, want die hebben we zo nog een keer nodig. Dan mag je er deken eraf gaan halen. Deken eraf gaan halen. Ook een veiligheidsdingetje. Altijd eerst de dingen achter losmaken. En dan pas voor. En als je het erop legt, dan is het eerst voor en dan achter. Die. Dus nu, ja, die moet je eerst allemaal los. Ik heb de single. Dat is één single. Nu de andere single. Heel goed. En nu de bilkoorden. Nou, je gaat wel naar de goede... Hallo. Ja, en dan nog één. Ja, het is zo laag. Geef je ruim op één. Heel goed. Geen poepie laten, hè? Ja, er zit al poep genoeg aan die bilkoorden. Ah. Okay. Dan mag je nu de voorkant los gaan maken. Hallo, mevrouw. Misschien met twee handen. Heel goed. En nu aan de andere kant gaan staan. En dan kan je in één keer de deken er rustig aftrekken. Voorlangs hoef je niet heel eind. En nu? Rustig de deken van de rug aftrekken. Oh, nee. Juist. En dan mag je nu gaan poetsen. Dat is een poetskist daar achter je, die paarse. Daar zitten allemaal borstels in. Juist, maar die is voor de benen. Dus die doen we niet. Nou, nu nog niet, nee. Wij hebben hier de. Heb ik die nodig? Alle borstels die erin zitten kun je gebruiken. Een beetje gek voor hem. Hé, die jas wordt opgegeten hier. Ach, nee. Ik denk ik ben fout. Nee. Het komt zo. Nou, inderdaad. Ik weet niet of ze er echt schoon van wordt. Dat is goed eigenlijk. Nee, maar dat maakt niet uit. Die is trouwens ook voor de benen. Doe die maar niet. Juist, nu komt er tenminste stof vanaf. Zachtjes, zachtjes. Doe zachtjes. Nee, je moet goed. Je moet wel stevig borstelen, maar wel rustig. Je bent onrustig. Juist. Het is een beetje raar, hè, Roon? Ja. Oké. Nou, nu heb je de buik gedaan. Nu de rest van het paard nog. Hier ook? Ja, natuurlijk. Doe ik niet goed. Vindt ze lekker? Nou, blijkbaar niet. Nee, je doet het niet goed. Laten we het nog een keer proberen, oké? Okay? En morgen poetsen je wel weer goed, hoor. Dit is goed. Kijk eens, word je weer lekker schoon. Kom erbij. Ik zou een ander stukje nemen. Volgens mij vindt ze dat je niet zo best poetst. Je hebt het duidelijk gemaakt. Die gaan we al verder, oké? Okay? Het is allemaal witte haren, dat is wat oud. Ik weet het. Soort 15 in april. Ik vind het maar vermoeiend. Het is toch geen sportpaard rijden, je hoeft alleen maar op je kont te zitten. Zie je, de paardrijden is een sport, maar poetsen is een sport. Ah, daar hebben we hem hoor. Mift gebust. Mift gebust. En de buik nog? Of ook een buik? Och. Sorry, Roon. Sorry? Sorry? Ga even de andere kant doen, hoor. Ja, 6 meter eromheen. Heel goed. Niet achter een paard langs, ja. Hij luistert wel naar zijn moeder, soms. Oké.
Is hij nou schoon? Nee, ze heeft nog benen. Die borstels die je net had voor de benen. Doe maar die blauwe. Ja, doe maar de benen borstelen. Je vindt ook alles goed. Nee, je mag nooit op je knieën gaan liggen bij een paard. Je moet altijd op je voeten blijven staan. Als er iets gebeurt, moet je namelijk weg kunnen stappen. Ja, door je knieën zakken. Kom, kind. Ja, ik weet het. Sorry, rondje. Ze vindt het echt gek. Gek? Ja. Nou, high five. Ik ook. Het zijn vier benen, hè? Ja, sorry, je hoeft me niet zo boos aan te kijken hoor, jongen. We zijn bij Peter geweest voor Rick's outfit, hè Rick? Vind je hem mooi? Ja, Rick in zijn paardrij outfit. Tada! Ik vind hem dat... Zo, dat was been 2. Ja, been 3. Waar gaat het gelijk voor staan? Ik ben hier, hè? Dag. Is dat gedaan? Nee. Wel goed poetsen. Je bent hier. Dat is wel heel goed wat je dat laat weten. Hoezo? Omdat paarden het fijn vinden als je kenbaar maakt waar je bent. Ja, anders ziet ze me niet, dan schrik ze misschien. Ja, dat is heel goed bedacht. Je mag nu naar maandag gaan komen en een staart. Maandag? Ja? Niet het dinsdag. Zegt u? Niet het dinsdag. Manen. Een paard heeft manen. Weet je wat manen zijn? Net als de zon. Bijna goed. Welk onderdeel van het paard denk je dat de manen zijn? Bijna goed. Dat is de pony en dat zijn de manen. Heel goed. Dus nou, zoek maar een borstel waarvan je denkt, nou, dat moet wel lukken. Oh, ja. Perfect. Nee, kan ik het? Dat mag niet. Die? Kan je daarmee manen komen, denk je? Die. Kun je daar manen mee komen? Kun je daar manen mee komen? Ja. Je hebt echt een Dora gevoel. Een Dora gevoel. Nou, oké. Okay. Andere kant. Dit is niet haar manenkant. Kijk, als je naar de manen kijkt, zie je dat ze aan de andere kant hangen. Deze hangen hier wel, maar die horen hier niet. Die horen daar. Dus moet je aan de andere kant even de manen komen. Nee, dit moet eerst gebeuren. Ja hoor. Zo. Nou, dit is aan de goede kant hangen. Zie ik jullie zo? Nee. Nou, dan kan je de manen komen. Maar daar ben je beduidend beter in. Wat een hoog. Nee, zo kan ik het toch niet bij. Oké. De pony nog. Dat wordt ook wel voorpluk genoemd. Als jij jou stil. Als jij dus niet wapperen bij een paard. Vroom kan het wel hebben, maar dat mag niet. Als jij je hoofd stilhoudt, dan ga ik je kammen, ja. Hier kom ik. Hou we nou dit over gehad? Oh, ik ben hier nog op dat niet. Aha. Dat lukt je proberen te verstoppen, hè? Kunnen we hier niet een staart in maken? Dat kan, maar dat doen we niet. Je mag wel een staart nu gaan kammen. Dit was toch de staart? Nee, dit is de voorpluk. Het beest heeft ook een staart. Verona heeft een staart aan haar kont. Ik vond net dat ik een staart mocht maken, maar dat mocht niet. Hij moet nu best wel een staart gaan maken. Nee, je moet de staart borstelen. Waar is de staart dan? Aan haar kont. Oh! Ja, sorry hoor. Naast haar blijven staan, niet achter haar gaan staan. Ja, het makkelijkste is om gewoon de staart te pakken. Ja, nee. Ja, wel. Pak gewoon die staart, man. Poepa. Val wel mee. En anders was je strak je handen. Gewoon pakken. Je kan het. Nou ja, die borst dan maar vast en die heb je ook nodig. Hebben? Ja, maar je houdt hem in de ene hand vast en met de andere hand in je borst. Je steekt wel je arm onder de kont. Ja, maar dat zijn niet meer handig. Jullie moeten weten dat Rick die houdt niet van viezigheid op zijn handen. Zelfs toen hij 1 jaar was en een taart kreeg, waar hij dan zelf zijn handjes in mocht doen, toen zei hij tegen mij, mama, vork.
Dus Rick weigert zijn handen vies te maken. Is wel goed. Ja, als er geen glitter meer in zit, is prima. Ja, dan moet je toch je hand gebruiken. Ah, nee, ik ga wel weer. Ja, maar hoor. Goed zo. Oh, ben je nu nog poepen? Nou, oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Ik moet een paard gaan ophalen. En ik heb geen idee hoe. Maar Verona komt me helpen. Of toch niet? Hier gaan we. Het eerste wat je nodig hebt is... Je ziet het daar al liggen. Een dekje. Toch? Ja, begin maar. Oké. Okay. Ik zie hier een aantal dingen liggen. Dit lijkt op een soort van peeskappen, maar dat zijn het waarschijnlijk niet. Ja, knap dat je weet dat er peeskappen bestaan. En dan? Zit die? Maar dan moeten er nog dingen omheen. Nee, we gaan niet springen vandaag. Oh, we gaan niet springen vandaag, dus deze is niet nodig. Jawel. Maar dit is wel nodig. Oh, sorry voor Rona. Dan komt er dekje. Toch? Zit die goed? En dan het zadel. Oh nee. Wat is dit dan? Ik zeg helemaal geen antwoord. Probeer het maar. Kijk hoe ver je komt. Moet dit ding eraf? Tada. Ik zal achter je even gewoon sparen. Ja. Ik weet dat ik het niet zo tof vind. Maar het moet gebeuren. Oh, wat is het niet zwaar. Moet je wel zorgen dat hij goed recht ligt? Ja. Dan kan dit hier los of zo. Toch? Ga je doen dan? Daar moet ik nog even over nadenken. Oké. Okay. Tadaa! Maar hij moet toch nog vast? Maar goed idee. Oh, daar is dat ding voor. Oh, dat zag ik Tessa een keer doen. Dan doe je dat... Ik weet het niet. Niet doen, Ro. Nee. Nee. Nee, logisch. Nee, je mag niet draaien. Hoe zit dat dan? Verona, help. Je kan toch wel een riempje vastmaken, serieus? Dit moet hij zo. Tuurlijk, doe jij maar zo. Pak me vast als jij denkt dat het moet. Ik weet het echt niet. Hij zit vast nu. Hij heeft in ieder geval iets goed gedaan. Hij zit vast, dat was je doel. Oh. Je moet hier doorheen zo. En dan zo. Toch? Wat zie jij nou te lachen? Zie je ook niet helpen anders of zo hoor. Uiteindelijk moet hij zo komen. Ja. Ik weet het niet, help nou. Zo, gaat dit hierin? Wil je niet mijn zadel slopen? Dat kost geld. Doe dan lekker zelf. Nou, maak hem gewoon vast. Zo moeilijk is het niet. Ik zal je een hint geven. Zo, ik zal eentje een stukje voordoen. Wil je de single echt zo? Kijk even, zo. Denk je dat dat een goed idee is, anatomisch gezien? Jij draait hem om. Jij draait hem om. Zo, en dan doe je, ik zal eentje voordoen. Die gaat daar doorheen. Nou ja, ik moet toch het hele zadel zo meteen opnieuw doen, dus... Opnieuw? Ja. Overnieuw of vast op? Nee, het is al opnieuw. Opnieuw doen. Maar het is gewoon meer verantwoordelijk dat het opnieuw moet. Pas er niet ondertussen. Tada. En nu? Gaan we naar de andere kant. Oké. Zie je die zo?
Hier ben ik. Oh, hoe. Ik heb hem. Nou, de voet hoeft niet omhoog hoor. Laat maar lekker staan. Waar zijn die dingen nou gebleven? Ketsen. En Verona, kan je een beetje indikken? Ik hoef het niet zo strak te doen, want ik moet toch opnieuw doen. Opnieuw, sorry. Het is zo strak, hij past helemaal niet. Nee hoor. Ik wil wel geen pijn doen. Je doet er geen pijn. Oh, één gaat op het eerste gaatje. Ik probeer het eerste gaatje in. Oké, pas op. Heel goed. Nou, dan laten we nu even zien hoe jij gezadeld hebt. Oh nee, we zijn nog niet klaar. Oh, we zijn nog niet klaar, natuurlijk. Ja, jij denkt dat het zo goed is? Hij is perfect. Oké, perfect. Goed, de beugels die hangen al los voordat je erop zit. Daar zit de single. Dat is op zich nog wel een soort oké. Hier zit het dekje. Zo. Hier zit de achterkant van het dekje, zit onder het zadel. Hier zit de voorkant van het dekje, zo. Is die opgedraaid? Ja. Oh. Dus, nou ja, goed, single hebben we een beetje bij geholpen. Dus dat ga ik eventjes opnieuw doen. Daarna mag je het hoofdstel doen. Nou, nu hebben wij een hoofdstel. Met een bit. Oh, dat bit, daar heb ik verhalen van gehoord. Dat is echt een, dat is een dingetje. Dus het eerste wat je doet, is haar losmaken, toch? Ik zou eerst het haar... Ja, oké, doe maar. Hij zit een beetje in de knip. Ik weet niet wat je gedaan hebt, maar dat heb ik nog nooit voor elkaar gekregen met mijn hoofdstel. Je voorzichtig, kost geld. Dus dat gaat eerst over de hoofd heen, nadat je dat los hebt gemaakt. Dus dit moet los. Uh-huh. Naast haar gaan staan. Aan de kant van de stal is handiger. Kiekeboe. Dan staat ze helemaal los. Dat vind ik geen goed idee. Eerst de teugels over de hoofd. Rona. Kan je nog niet eten? Er moet water bij, hoor. Ja. Kan je nog niet eten? Nee. Dan moet je het ophouden. Waar ben je? Dit moeten we over de hoofd, zo. Ja. Oké, nou dan kan dit er nu zo af. Ja. Hang maar aan de stal. Is dit er zo over de oren? Ja, maar nou kan... Ja, oké. Okay. Dan volgen we niet over op. Zo. Ja. Dat is het wel leuk. Ja, maar wat wit. Je gaat vandaag witloos rijden? Ja, nee. Ik zit even in de beneden. Wat moet ik met dat wit doen? In haar mond. Ik ben dat... Ze zit... Oh, dit ding moet als laatste. Toch? Nou, vandaag nog, kom. De schapen. Ja, heel goed, heel goed. Zachtjes. Hier, nog een oor. Volgens mij zit hij al lekker zo. Nee. Maar ik ga er wel redden nu, want... Nou, vandaag ga ik rijden op Verona. Nou, dus wens me succes. Succes! Nou, dankjewel. Nou, ik heb mijn headset heb ik wel op hoor. Ja. Oké. Okay. Daar is het krukje. Krukkie? Wacht. Dan gaat die los. En dan komt erin. Ja, zit u? Nou, ja. Oh. Ja.
Dat is geen uitstappen vandaag, hè? Nou, heb je wel vaker op haar gestapt, dus dat zou je moeten kennen. Ja. Tessa, Rick gaat even in en Volte om mij heen. Dus rij hem niet ondersteboven, alsjeblieft. Even een grote Volte. Rick, het houdt in een groot rondje. Grote rondjes. Ja, maar je moet Rick niet omver rijden. Ja, ho, zo ja. Nou ja, gaat nog niet verkeerd. Dan is het wel handig als je ook rechtop gaat zitten. Dank je. Nou ja, dat is misschien een beetje overdreven, maar... Kleine muis die denkt, ik kan het mooi al. Ja, maar dat hoeft niet. Ja. En dan proberen rechtop te blijven zitten. Een beetje naar achter met je rug. Je hebt je rug heel erg ver naar voren. En je armen, je ellebogen zacht tegen je lichaam aan. Maar wat je nu doet is je armen blijven eigenlijk bij je lichaam. Keurig, Rick. Dan moet je eigenlijk je knieën een beetje buigen. En dan vanuit je bovenbenen echt proberen om omhoog te komen. Benen mag je een heel klein beetje aandrukken, dat je ietsje sneller gaat. Niet gaan stuiteren. Je moet omhoog. Je gaat met je vooral naar voren. Goed zo. Ah, ze struikelt, dat geeft niet. Ik longeer altijd van achteruit en dus niet voor haar geheel. Het is voor mij best lastig zo. Ja, niet verkeerd, Rick. Probeer je knie iets meer te buigen en dan echt vanuit je bovenbenen omhoog te komen. Juist. Benen recht naar beneden. Alleen je onderbenen gaan recht naar beneden. Je buigt je knie. En probeer even je beugel onder de bal van je voet te houden. Die zit nu onder je hak, zo ongeveer. Durf je ook in galop? Hè? Oké. Dan mag je rustig door gaan zitten. Ja? Kom maar, galop. En dan beide benen even doordrukken. Galop. Hut, zo braaf. Galop. Nee, niet licht rijden. Niet licht rijden, Rick. Niet licht rijden. Galop. Braaf. Goed zo. Galop. Braaf, Rona. Braaf. Goed naar achter blijven zitten. Je gaat nu heel erg naar voren zitten. Probeer je evenwicht te bewaren door naar achter te leunen. Een beetje naar achter. Benen lang. Hoofd rechtop. Kijk voor je. Juist. Perfect. Rug recht. Kijk voor je, kijk voor je, kijk voor je. Nou, je zou niet zeggen dat je nog nooit gereden hebt. Ziet er echt niet verkeerd uit. Nu gaan we terug naar draf. Oh, goed zo. En terug naar stap. Oh, goed zo. Nou, dat ging toch helemaal niet verkeerd? Nee. Vond je het moeilijk? Ja. Ik ben... kapot. Ja, paardrijden is alleen maar zitten. Is het ook, maar dit was geen paardrijden, dit was weet ik veel, hardlopen of zo. Dit was echt, ik vond het gaaf. Ik vond het heel gaaf, maar heel, heel lastig. Het heel veel denkwerk. En ik wist echt helemaal niet wat ik moest doen, maar het was leuk. Het was echt wel leuk. Dus wees niet bang om een paard te stappen, zelfs ik heb het gedaan. Zo. Nu, nu... Dus, dit was Rick de Paard. Als je dit nou een leuke serie vond en meer ervan wilt zien, laat vooral een duimpje achter omhoog en waarom je het wilt zien. Ik lees ze allemaal, echt alle reacties. Zoveel je ook neerzet, ik lees ze allemaal. Dus laat ze weten hoe je het vond. Vergeet niet te abonneren, vergeet geen... Ho. Vergeet geen duimpje achter, laat omhoog. En ik zie je de volgende keer weer. Doei!